Oké, zij moet altijd weer de hoogste tak hebben. Zij staat erbij, zij staat er lekker bij. Nou, niet geabonneerd is 69,7%. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stamman van der Werf. Mijn man, die heet Roderick Stamman van der Werf. En het is vandaag alweer de laatste dag van augustus. Dus, ja, je raadt het al. 31 augustus 2020. Het is nu 20 over 1, dus we lopen richting half 1 aan. En er is iemand aan het piepen. Dus ik moet zo meteen lekker lopen met hondjes. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze vlog. Ik ga ze even gek maken. Even gek maken. Ga je zo mee dan met mij? Hey. Ga je zo mee? Oh ja, hoe ga je praten? Sinds wanneer ga je praten, Lovely? Oh ja, ga je mee? Ga je mee plasje poppen doen dan? Oh ja. Sinds wanneer ga je praten dan? Oh ja. Oh. Hey dames, schijn ze mee. Ik ga naar de gang, oké? Ja, ik ga naar de gang. Oké, zij moet altijd weer de hoogste tak hebben. Zij staat erbij, zij staat er lekker bij. En zij gaat gewoon lekker op het hekje staan. Hij moet kunnen, ja joh. En even 1,5 meter doen we ook allemaal niet. Nee, is ook allemaal veel te moeilijk. Ja, en ik heb haar in mijn ogen, is ook niet handig. Lekker hè, meisje, blijkjes eten. Ga mee dan. Kom, liefie, ga je mee. Lof, ga mee. Kom maar, ga mee. Goed zo, meisje, keurig. Ja. Yeah. Ja, 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 ja. Ik ben nu live op en op Big Love. Bigo Love. Ja, moet ik het wel goed zeggen. En ik heb hier lekker mijn mozzarella. Ja, die ga ik eten. Kijk, jullie zien mij daar. Helemaal geweldig. Leuk. Dus ja, dat is geweldig. Dus, het is nog een beetje wennen voor mij, maar het komt wel goed. Ik ga nu eerst lekker dit eten. Ik ga nog even met de mensen daar even praten. En ja... Dan komt het wel goed, toch? Denk ik wel. Ja, toen was het alweer 7:50 in de avond. Ik ga wat uitpakken, want deze heb ik vorig jaar met Sinterklaas gehad. Ja. Mijn nieuwe mixer, want ik moet zo meteen wat gaan mixen. Die kan weg. Dat is 1. Ik ga het even uitpakken. Die kan weg. En dan de doos mag dus niet weg. Die moet gewoon naar de kelder. Voorlopig eerst. Ja. Ik ga wat maken. Ja, ik ben gestoord, weet ik. Ik ben heel gestoord, I know. Ja. Ik ben heel gestoord. Wil jij die bakjes, wat daar staat, eventjes in de prullenbak deponeren? Zo, dan heb ik even zometeen even een krukje nodig. Kan ik eventjes wat even omhoog knallen. Dank u, mijn schatje patatje. Ja, die... Nee. Die moet gewoon weer de douche in. Nee. Niet daar, dus die kan even de douche in. Scheelt weer. Kijk, ik heb deze ook. Altijd handig.
moet die hebben, want, die, want dit is geen en geen en geen ding. En ik kan het hier ook in doen, blendertje. Alleen dat kan ik daar weer niet in doen. Dus we gaan het even doen. Hartstikke idee, hartstikke fijn. Ik ga het volgende maken. Roderick die weet hoe die een mango moet snijden. Dat weet ik dus niet. Dus die leg ik eventjes voor hem in een schaaltje. Want ik ga het maken met Alpro. Ja. Ik ga dus een smoothie maken. Waan je op een onbewoond eiland. Met deze heerlijke smoothie doe 85 gram. Ik heb hier ergens een weegschaal. Hierover. Daar heb ik een weegschaal. Ja, kom maar. Ik kan deze weg. Ik kan gewoon weg. Daar heb ik niks aan. Dus dat moet je zo meteen gewoon afwegen. Doe 60 gram banaan samen met 200 milliliter Alpro amandelmelk. Hoe toevallig heb ik dat dus in de koelkast, amandelmelk. Al hele tijd houdbaar, dus dat is nog lang houdbaar. Oké, dan ga ik dus nu even amandelmelk pakken. Ja, ik ga amandelmelk pakken. Geroosterd, ja, amandelmelk, kijk. En geen kokos, nee, amandel. Ik heb laatst nog gekeken tot hoe laat deze tot 2021. Dus dat bedoel ik. Dat duurt inderdaad nog wel even, ja. Dus. En dat is allemaal die in die pak beneden. Dus dat duurt nog wel even hoor. Daar ben ik nog wel veilig mee. Dan heb ik hier, moet ik even wijken. Hier. Even deze aan de kant. Even daar, jij daar. En anders doe ik het daarmee ook goed. Zometeen moet ik even kijken hoe ik het ga doen. Ik ga het hier wel zometeen mee doen in deze bak. Met deze denk ik. Zo, denk ik. Hartstikke 2, 3, 6, 8. Doe ik het even zo. Hartstikke mooi. Yes, ik heb het allemaal uitgepakt. Weet ik. Hartstikke mooi. Zo, als jij deze wil snijden, lief, ja, kan. Alvast heel graag, dan heb ik hier 200 milliliter, dat is flauwer, hier hebben we 200, nou dan zet ik hem dus eventjes hier neer, altijd schudden, heb ik geleerd van gewoon Thomas en Rutger, altijd schudden voor gebruik als je dit gaat drinken. Dus, dan ga ik het openmaken. Ik ga jullie wat meer laten zien. Ja. En Ro, die mag het ook laten zien hoe die dus een mango gaat snijden. Dus, leg het eens even uit. Men neemt een kiwi mes. Een kiwi mes, ja. Oké, wacht heel even, wacht even. Geduld. Nee. Ik moet even deze... Ja, en wat duidelijker praten. Ja, de kiwi mes. Ook goed. Prima geschikt voor mango. Steek het erin tot de pit. Haal het overlangs open. Netjes rondsnijden. Lukt niet helemaal goed. Geeft niet. Dan heb je twee helften. Kijken, spieken. Dat betekent een groot stuk en een groot stuk met de pit. En dan haal je daar vervolgens weer de schil van los. Nou, ook handig. Even kijken. 60 gram banaan. Helemaal 60 gram. Helemaal kleine stukjes, handig. 60 gram. Even kijken. Ik ga de banaan even doen. Even ontpellen. Is leuk. Ontpellen maar. Ja, 60 gram. 60 gram! Kijk. Nee. Dat is dus de helft. 59 gram, precies. Nee. Het was net. Hij staat ook niet goed. Hoeveel mango heb je nodig? Mango heb ik 85 gram nodig. Ja, oh, oké. 61 dan. Nou, 62, ja, ik vind het prima met ze. Doei. Mooi.
Ik laat het jullie wel zien dat ik inderdaad precies, nou ja, 62 gram heb. Kijk, 62 gram van banaan. Ja. Dan laat ik jullie weer naar een rode toe kijken. Is leuk. En dan ga ik dus ook de banaan eventjes wat kleiner maken. Moet ik niet uit mijn hand flikkeren. Niet hè, handen. Ben jij ook benieuwd hoe en hoe deze gaat smaken? Ik wel. Ja, het is de vrucht en wij van hout. Ja. Dus ja. En het is gezond. Hm. Wat? Het is gezond. Ja? Dat doen we niet meer. Tuurlijk wel. Kijk eens, mango. Kun je hier een schaaltje bij hebben? Want? Om het af te wegen misschien? Nou, dat kun je gewoon, kijk, dat kun je gewoon hierop doen. Hartstikke idee. 1, 2, 3. Ja. Ja. Leg er maar op hoor. Ja, helemaal perfect. Helemaal perfect. 88 gram. 87 inmiddels. 87, ook goed. Het wordt minder waar je bij staat. Nee, maar hij staat niet recht, lief. Okay. Dat zeg ik net. Dat zeg ik net. Mooi, laat ik het weer even aan jullie zien dat het dus inderdaad 87 gram is. Kijk, hij moest 85, dus 2 grammetjes meer. Maakt ook niet uit. Nee. En de rest van de euro? Nou, dan mag jij lekker opeten. Mommy. Mooi. Ik ga de mango, dus misschien dat je wel eerst even kan filmen wat ik ga doen. In plaats gelijk je mango doen. Want kijk, nu kan ik dus niet laten zien wat ik doe. Dus dan kun je beter even stoppen. Dus tot zo. Zo, jij bent de mango aan het snijden. Yep. In de Alpro melk. Ja, en de banaan die zit er al in. De banaan zit er al in, hè? Eens kijken dan. Dat is banaan. Lekker op je vingers kijken. Ja hoor, je doet je best maar. En ik moet wat vaker kookvlogs maken. Oké. Okay. Dus dat wordt nog wat en nu dat ik meer tijd heb. Oké. Okay. Zo, dat heb ik gedaan. Mango in partjes, banaan in partjes. Yep. Allemaal in de kokosmelk. Verder nog iets erbij? Niks. Nee, zo meteen. En dan, nou, dat, en dat heb ik jullie net al gezegd. Nou. Dus, blender. Nou, ik heb geen blender meer, maar dat moet ik wel gaan doen. Maar ik doe het met de mixer. Ook goed. Blend en schenken in een glas. Serveer met een topping van lijnzaad. Heb ik ook. En een blaadje munt. Enjoy. Nou. Ik ga deze dus hier doen. Ja, want dan komt het er ook niet uit. Namelijk, ik ga deze uithalen. Wil ik gaan zeggen. Die even aan de kant. Die even erin, want anders heb ik geen stroom zo meteen. Mm-hmm. Okay. Zo doen, zometeen. Dit is namelijk een staafmixer. Mm-hmm. Het beste is in principe wel in een blender te doen, maar ja. Die heb ik op dit moment niet. Nou, dat breekt uit. Juist, oké, okay, nou. Oh ja, hij was kapot, dat waren ook. Ja, of niet? Nee, joh, ik doe fout. Thank you.
nou zitten nog stukjes hier tussen. Die haal ik even weg. Doe ik er weer even in. Dan kan het gewoon weer straks gezellig. Lekker hier. Maakt niet uit wat voor glas. Hartstikke idee. Lekker. Even kijken. Ik doe het lekker hierin en ook hierin. Want rode wil ook wat. Hoe toevallig dat hij ook wat wil. Nee, ik wil wel proeven, maar dan niet zo'n heel glas natuurlijk. Zo, nou ga ik deze gelijk zo doen. En dan moet ik nog munt hebben, dus die ga ik ook even pakken. Kijk, mijn koelkast is een beetje vol mensen. Hoe doe ik dat? Geen idee. Even de messen gelijk even afspoelen, die weer gebruiken voor de munt. Zo. Nou, munt hoeft Roderick niet, dat weet ik. Nee. Maar ik wel. Jij wel, gelukkig maar. Kijk, die kan er vanaf, die hoef ik niet. Nieuw? Nee, het is niet. Nee hoor, want dat krijg je gewoon voor de thee en zo. Ja, tuurlijk. Zo. En dan gaat dat er weer in. En dan moet ik nog even lijnzaad pakken. Lijnzaad. Lijnzaad. Bio. Ik weet niet of het smaakt, maar dat zie ik, dat merk ik zo meteen wel weer. Dat krijgt Roderick wel een beetje. Nou, 3 korreltjes dan. Ik ben niet zo dol op lijnzaad. Nee, ik ook niet. Sesamzaadjes is wat anders, maar lijnzaad, nee. Pas maar aan mij passeren. Kun je er gewoon doorheen doen hoor? Ja. Zo. Dit is dus... Onze overheerlijke smoothie. Ja, onze overheerlijke smoothie. Ik zal even wat anders doen. Zo. Want ik praat naar jullie. Nou, ik zou zeggen, ik laat het zo meteen even weten hoe het heeft gesmaakt. Oké, we gaan het proeven. Onze eerste eigen smoothie. Proost. Groetjes. Smaakt nog wel lekker ook. Smaakt naar banaan. Ja. Maar waar ik zwaar, banaan wel. Nee, maar is lekker. Niet slecht. Had ik niet en verwacht. Nee, wat je aan verwacht. Ik had dit niet zo verwacht van de Alpro, dat bedoel ik. Oh, okay. Zo op deze manier. Nou. Hij is lekker, mensen. Lekker, hè? Vaker maken, hè? Dan wel die pitje. Ja, prima. Je moet het gewoon meedrinken en gelijk doorslikken.
Merk je hem ook niet. Hij is lekker, hè? Nee. Ja. Alleen misschien had het mooier geweest en dat ik de munt een beetje kleiner had gemaakt. Maar maakt voor nu even niet uit. Maar ik ga wel experimenteren. Dat ik dus ook misschien de volgende keer lekker munten doorheen ga blenderen. En die zaadjes. Ja. Je gaat niet eten. Natuurlijk wel. Want je moet niet eten. Kijk, je moet dit zo doen. Ik heb mijn mango op. Ik vind hem lekker. Nou, dat is goed. Dus, dat is een aanrader. Hier, dus zat ik weer even lekker voor mijn pc, zoals je wel kan zien. Ja, ik heb mijn moeder ook aan de telefoon. Ik ga zo meteen weer even lekker live op Bigo live. Ja, Bigo. Ook gezellig. Ja. Eens even kijken wat ik daar weer kan scoren. Ja, is leuk toch, even kan scoren. En dan zal ik eens eventjes kijken of ik alweer een nieuwe abonnees heb, want... Ik zie ook een hele hoop mensen die nog niet geabonneerd zijn. Nee, en dat is jammer. Weet je waarom dat jammer is? Want als jij toch kijkt en je bent niet geabonneerd, dan ga ik ook niet omhoog. En als je dus nou ook gewoon abonneert en dat duimpje omhoog doet, dan word ik ook wat sneller in de rang gezet op YouTube. Ja, zodat ik wat sneller wat gevonden. Wie wil dat nou niet? Nou, dat wil ik juist wel. Dus ik zou zeggen, lekker abonneren. Want ik zal het even zo meteen laten zien hoeveel mensen nog niet zijn geabonneerd. Dus, let op. Hier komt het. Nou, niet geabonneerd is 69,7%. En geabonneerd is 29,9%. Dus mensen, abonneer op mijn kanaal. Want er zijn gewoon meer als de helft. Come on. Kom op. Ga gewoon lekker abonneren. Ja. Ik zou zeggen gewoon lekker doen. Want dan word je van alles op de hoogte. Dit is mijn kanaal. Ja. En dit is mijn link. Ja. En als je gewoon op internet. Nou gewoon. Dan ga ik even naar het huisje. Ga ik naar Google. Dan ga ik gewoon naar Karin. R-I-N. Kijk, dan zie je gelijk in één keer Karin van der Werf. Nou, C-A-R. Mooi, dan ga ik kijken. En dan zie je dus gelijk een hele hoop van mij. Even kijken of ik nog wat kan vinden. Nee. Kijk. Als ik gewoon eens eventjes erbij... Ja, normaal dan doe ik het altijd op YouTube. Kijk, als ik eens even ga uitloggen op YouTube. Ga ik eens eventjes kijken of ik ga eventjes naar Roderick toe. Is ook leuk. Ga ik even een account wisselen. Hartstikke idee. Hoeladie. Ga ik even naar Ro. Hartstikke mooi. Ga ik eventjes mezelf eventjes ontvolgen. Ja. Oh, ja joh. Ik film dus nou namelijk met mijn... ik filmde met mijn rechterhand. Maar ik ben rechts. Ga ik het even uitzetten. Geen. En even afmelden. Ja. Dan ga ik gewoon weer naar home. En dan ga ik dus hier... even kijken. Verwijderen. Zo, suggestie verwijderd. Dan ga ik dus daar mijn naam in toetsen. C, A... R, I, N, spatie, kijk. En dan heb je gelijk al Van der Werf staan. Hey, hoe toevallig, gewoon Karin. En dan de eerste hit. En dan sta ik dus hier al, kijk. Dit kan toch niet missen? En dan ga je dus daar naartoe. Klik je erop. Heb je daar dus een rood knopje. Het is gewoon gratis. En dan heb je gelijk een belletje. En dan doe je er gewoon op alles. Hey, dat is nou leuk. Ja. En dan heb ik gelijk weer 425 abonnees. Hey. Leuk toch? Ja, en dan ga ik weer lekker naar mijn eigenste van account wisselen.
Wup. Nee. Huh? Karen van de Werf, geen kanaal? Oké. Okay. En dan ga ik weer daar naartoe. Kijk, dat is handig. Ja. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker abonneren. Helemaal top. Nou, bij deze heb ik dus nu jullie een uitleg gegeven hoe je mij dus kan vinden. Op Google en op YouTube. Nou, op Google heb ik een hele hoop dingen. En gewoon op YouTube, ja, dan kun je me ook gewoon vinden. Gewoon Karin en gelijk de eerste hit. En dan ben ik lekker makkelijk. Toch? Ja, heel lekker makkelijk. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker abonneren. Ben je nog niet geabonneerd, doe het dan snel. Want dan zie je mij altijd elke dag om 2 uur. Wie wil dat nou niet? Ik wel. Je toch ook. Dankjewel. Nou, ik ben even lekker lang op Beagle geweest. Ik heb nou net mijn computer afgesloten. En ik ga jullie zo meteen laten zien wat ik alweer heb, nou ja, niet heb verdiend nog. Maar hoe ver ik al ben en bij Beagle. Ja, dus ik ga mijn camera draaien en dan laat ik het jullie zien. Ik weet niet wat het allemaal betekent hoor, maar maakt even niet uit. Ah, dat is beter. Dus, daar ben ik heel blij mee. Doe ik die daar. En dan moet ik even kijken hoe ver ik al ben met mijn level. Maar, ik zit iedere keer te hannesen met hoe ik dat moet doen. Nee. Dat zeg ik allemaal niet. Nee, dat zeg ik niet. Nou. Ah, level 3. Ja, dat is fijn. Nou. Level 3. Hoe kom ik daar ook alweer dan? Oh, level. Kijk, level. Het staat hier. Kijk. Level 3. Ik zit alweer in level 3 dus. Maar dit gaat hard hoor. Ik zit al bijna op de 600. Dus ja. Ja, dan vind ik het toch wel dat ik het goed doe. Dan zeg ik het zelf. Level 3 alweer. En ik ben zo blij met deze foto. Hè. Maar dan ga ik dus lekker deze vlog lekker afsluiten. Ja, het is alweer een maandag geweest. Het is alweer dinsdag. Dus eigenlijk is het al 1 september. Ja, het gaat. Deze maand is heel snel gegaan. Dus ik wat voor 1 in een dag. Ik ga lekker afsluiten. Vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, gooi dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat vooral een leuke reactie achter. Dat zou ik heel leuk vinden. Ik krijg sowieso een reactie terug. Ik moet even weer bijwerken. Het weekend ben ik weer niet thuis geweest. Maar dat weten jullie. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de morgen bij een gloednieuwe vlog. En welterusten of werk ze. Het is maar net wanneer je deze vlog kijkt. Dus dikke tuut op je snuit. En tot morgen. Doei doei.